Dan wil ik eigenlijk nu doorgaan om onze eerste spreker nogmaals te introduceren. Dus Sandra, wil jij komen, hier aan tafel komen om inderdaad te vertellen hoe jullie nu bij Burgers Zoo invulling geven aan die ambitie duurzaamheid, circulariteit. De vloer is aan jou. En nogmaals, als jullie vragen hebben, aarzel niet om de chatfunctie daarvoor te gebruiken. Staat hier een iPad, de regie die voert die vragen door en dan zal ik je later daarover een paar vragen stellen. Sandra, de vloer is voor jou. Dankjewel. Goed, nou ik zal mezelf in ieder geval eerst nog even iets verder voorstellen. Ik vond een hele mooie en interessante introductie. Ik krijg zo een beetje een beter beeld van wat jullie waar jullie organisatie voor staat. Nou, zelf werk ik dus bij Burgers Zo en ben ik kampcoördinator. Ja, wat houdt het dan in? Alles op het gebied eigenlijk van kwaliteit, arbo en milieu. Veiligheid in de breedste zin van het woord. Nou, die woorden heb ik eigenlijk net in het voorstuk al helemaal teruggehoord. Dus ik denk dat ik hier best wel op mijn plek zit. En misschien een en ander kan vertellen van hoe dat dan gaat bij Burgers Zo. Nou, wij zijn een familiebedrijf. En ik moet zeggen dat ik dat gewoon heel erg prettig vind. Want daardoor hebben we gewoon een makkelijke structuur. En als ik bijvoorbeeld dingen aangeef binnen de organisatie, kan ik ook snel doorpakken, om het maar zo te zeggen. En veranderingen doorvoeren. En dat is zeker in deze huidige tijd, de coronatijd, ook wel heel erg belangrijk. Nou, we bestaan al 107 jaar. En de vierde generatie is nu aan het roer van deze mooie organisatie. We zijn ook koninklijk, dus dat is op zich natuurlijk ook wel heel erg mooi. Ik weet niet of iemand even kijken. Ah, zie, dat werkt beter. We zijn koninklijk geworden bij ons 100-jarig bestaan. Dus dat is eigenlijk ook wel een hele mooie extra toevoeging aan de organisatie. Ik doe het helemaal in mijn eentje, het hele kampgebeuren. En 45 hectare is dan best wel groot, zeg ik. Terwijl jullie in de landen nog veel grotere locaties moeten beheren. Maar ik kan je zeggen dat het best wel lastig is. Maar hoe los ik dat op? We hebben hier allerlei vaste medewerkers. En als vaste medewerkers hier binnenkomen, dan geef ik ook aan, jullie zijn mijn ogen en oren. Ik kan heel veel zien, ik kan heel veel horen, maar nooit alles. En daar heb ik eigenlijk alle collega's ook bij nodig. En eigenlijk met z'n allen door samen te werken kunnen we denk ik heel veel bereiken. Nou, we hebben jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. Nou, uiteraard gaan we dat dit jaar zeker niet halen. We werken op dit moment heel anders binnen de dierentuin. We hebben echt alle aantallen teruggeschroefd om ervoor te zorgen dat we die 1,5 meter ook kunnen waarborgen. Maar op echt een hele drukke dag, en dan moeten jullie bijvoorbeeld denken aan een Pasen en Pinksteren, kunnen er wel meer dan 10.000 mensen op het park aanwezig zijn, normaal gesproken. Dus hele andere tijden nu, maar dit is wel hoe het eigenlijk, hoe we hopen dat het eigenlijk straks weer allemaal zal gaan. Nou, ik wilde jullie nu eigenlijk wat meer gaan inzoomen op duurzaamheid, hoewel veiligheid daar eigenlijk ook altijd tussendoor wandelt. En wat wij eigenlijk altijd gebruiken of binnen de organisatie als een hele mooie kapstok voor duurzaamheid en circulariteit is de Green Key. Ik weet niet of er misschien mensen zijn die dat kennen, maar de Green Key is eigenlijk een internationaal milieukeurmerk die heel veel gebruikt wordt, met name binnen de recreatie. En dan moeten jullie denken bijvoorbeeld aan hotels, dierentuinen, pretparken. En keurmerk geeft eigenlijk aan dat je als organisatie dus net dat stapje verder gaat binnen duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eigenlijk heeft de Green Key duurzaamheid en circulariteit in 12 verschillende hoofdstukken ingedeeld. En daarin wil ik jullie eigenlijk ook een beetje meenemen. En daarin proberen we dus eigenlijk altijd te voldoen aan allerlei eisen die waar we sowieso aan willen voldoen. Maar we proberen ook net even dat stapje verder te gaan. Dus niet alleen maar minimaal voldoen aan regel en wetgeving, maar net al iets verder denken als onze neus lang is. En je kunt de Green Key behalen op verschillende niveaus, op brons, zilver en goud. De Green Key die bestaat vanaf 2004. En vanaf dat moment hebben wij dat ook altijd behaald op het niveau goud. En daarvoor was er een ander keurmerk. En vanaf dit moment is dat dus de Green Key geworden.
Nou, er zijn dus 12 onderwerpen binnen die Green Key, waar je als organisatie gewoon heel mooi dingen aan kan vasthangen. Ik denk dat je heel veel kunt doen aan milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat staat en dat valt met het management van een organisatie. Ik heb dat zelf mogen ervaren. Als je bij een organisatie werkt die het allemaal wat minder belangrijk vindt, dan krijg je gewoon niks voor elkaar, dan werkt het niet. Als het management milieu een belangrijk item vindt, en binnen deze organisatie is dat zeker het geval, dat vinden we op allerlei manieren terug. Nou, dat zullen jullie in mijn presentatie zometeen denk ik ook wel terugzien. Ja, is dat gewoon heel erg belangrijk. Ik merk gewoon dat ik in ieder geval op deze manier gewoon echt stappen kan zetten. En dat er ook geld voor vrijgemaakt wordt en dat men snapt waarom of dat dingen gedaan moeten worden. Management, daar kun je dus gewoon niet buiten, om het maar zo te zeggen. We hebben ook een Green Key team georganiseerd. Een aantal verschillende managers of leidinggevenden binnen de organisatie, die samen zorgen dat we die stappen dan ook daadwerkelijk kunnen maken. Want in mijn eentje kan ik heel veel willen, maar wat ik eigenlijk net ook al zei, ik doe eigenlijk bijna alles in de samenwerking en dat werkt het beste. Communicatie, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk iets. Zonder communicatie weet eigenlijk niemand waar we nou eigenlijk met z'n allen mee bezig zijn. Dus ik communiceer en herhaal en blijf communiceren naar onze medewerkers. Uiteraard ook naar dat management, maar ook wel naar buiten toe. Dat doen wij bijvoorbeeld met verschillende signingen in het park. Met dat bord wat je hier bijvoorbeeld ook ziet, burgers duurzaam. Daarin proberen we eigenlijk ook mensen te triggeren en te laten zien van wat doet burgers dan eigenlijk allemaal aan duurzaamheid. Uiteraard denken we ook aan mobiliteit. En ook binnen burgers zijn er zeker nog een aantal aandachtspunten en moeten wij echt nog stappen maken. Een van die dingen vind ik zelf, we hebben op dit moment 1 laadpaal. We hebben best wel heel veel bezoekers. 1 laadpaal is nog te weinig. En daar moeten we zeker nog een uitbreiding moet daar plaatsvinden. Maar goed, dat is wel iets wat op de nominatie staat, om het maar zo te zeggen. Daarnaast werken we bijvoorbeeld ook samen met OV en NS. En proberen we eigenlijk door een soort van combi-deals mensen te stimuleren om het openbaar vervoer te gebruiken. En niet allemaal met de auto te komen. Dus we proberen daarin ook steeds wat meer stappen te maken. Uiteraard proberen we de medewerkers zelf ook met de fiets te laten komen. Maar goed, er zijn ook mensen die verder weg wonen. Dus dat gaat niet altijd op. Afval. Afvalverwerking is natuurlijk een hot item en dat blijft denk ik ook voor de komende jaren een hot item. En zeker het plastic verhaal. Soms moet je dingen proberen en soms ga je heel veel gesprekken aan. En bij ons is plastic zeker nog een van de dingen die hier moet gebeuren aan gescheiden afval. Waarom doen we dat op dit moment nog niet? Omdat er op dit moment nog maar 2-3 organisaties zijn die plastic ophalen en er ook daadwerkelijk wat mee doen, dus recyclen. Er zijn heel veel organisaties die prima plastic afval voor jou willen ophalen, maar dan gaat het even zo goed nog naar de verbrandingsoven. Ja, dan denk ik dat je een beetje een wassen neus laat zien als organisatie. Dat wil ik niet. We zijn op dit moment dus ook met een project bezig om te kijken hoe gaan we dit nu goed inkleden. En daarnaast heeft het uiteraard ook weer met gedrag van de mensen te maken. Want mijn medewerkers, die kan ik uiteraard heel duidelijk aanspreken op dat je afval moet scheiden. Maar met bezoekers is dat toch wel weer een beetje een ander verhaal. Er zijn nu al bijvoorbeeld wat dierentuinen die het doen en dat loopt best goed. Want er zijn ook projecten geweest waarin dat helemaal misging. Omdat bezoekers gewoon echt niet het plastic van de rest scheiden. En dan krijg je uiteindelijk nog maar restafval. En dan maak je eigenlijk nog geen stappen vooruit. Dus dat is eigenlijk nog wel een heel belangrijk aandachtspunt. Daarnaast scheiden we wel al allerlei andere zaken. Zoals papier. De papierstromen proberen wel heel veel in de monoverpakkingen minder te doen. We hebben geen roerstaafjes, geen rietjes en dat soort zaken meer. Dus we proberen daar aan de voorkant nu, dus met andere producenten, al wel heel veel aan te behalen. Zodat het in ieder geval ook het plastic heel veel minder wordt. Water. Voor jullie denk ik een mooi onderwerp. Met water doen we eigenlijk ook al best wel veel, al best een aantal jaren.
We vangen onder andere heel veel regenwater op. We hebben hele grote daken hier van Bush en Safari Meeting Center. Ondertussen ook van de mangroven. En al dat regenwater vangen we op. En dat hergebruiken wij weer om bijvoorbeeld de bush te sproeien. Maar ook om bepaalde toiletten hier in het Safari Meeting Center mee te spoelen. Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie actie. We proberen ook alle waterkranen bij de bezoekers af te stemmen op dat waterbesparende kranen zijn. Tuinslangen die door de dierenverzorgers gebruikt worden, daar zitten handgrepen op, zodat water maar niet blijft doorstromen. Zo vullen we onze pinguïnvijver en ook de vijver van onze olifanten met dat regenwater. Dus het wordt eigenlijk op een hele mooie manier weer hergebruikt. Dan hebben we nog het water in de ocean. Hè. Daar is 8 miljoen liter water in de ocean. Het plaatje daar beneden dat is van het koraalrif. En daar kom ik zo meteen dan op terug voor de energie. Maar het water in de ocean wordt ook gefilterd om het ook weer opnieuw te kunnen gebruiken. Dat water dat maken wij ook echt zelf, dat zeewater. Dus dat wordt niet ergens vandaan gebracht, dat wordt hier echt helemaal gemaakt. We werken dan bijvoorbeeld ook met energiezuinige pompen om dat water weer te recirculeren. Als we dan verder gaan op energie, dan zien jullie boven dit koraalrif ook LED-verlichting hangen. Nou, over het hele park werken we met LED-verlichting. En er zijn nog een aantal plekken waar dat moet gebeuren. Maar we proberen uiteindelijk het hele park natuurlijk te voorzien van LED-verlichting. Als we nieuwe apparaten aanschaffen, dan letten we natuurlijk ook op energieverbruik. En wat wij ook heel erg doen is met zwaartekracht werken. Dus als wij pompen hebben, bijvoorbeeld in de ocean of in de mangroven, dan zijn die pompen eigenlijk zo op elkaar afgestemd dat er minder energie nodig is, omdat we werken met het zwaartekracht. Dus het naar beneden laten lopen van dat water, zodat er minder energie nodig is om het water te hoeven doorpompen. En zo worden er steeds ook binnen onze organisatie nieuwe technieken bedacht door medewerkers. Ja, om ervoor te zorgen dat we op die manier ook energie kunnen besparen. Dan hebben we de horeca, het eten en drinken. Ook op die manier proberen we over het milieu na te denken door veel meer biologische en fairtrade producten te gebruiken. Zoals koffie, thee, maar ook allerlei andere producten die in de keuken gebruikt worden. En dat proberen we ook wel af en toe aan te geven bij alles wat we uitserveren. Daarnaast werken we ook steeds meer met streekproducten en producten uit de regio. En dat heeft dan uiteraard weer alles te maken met de CO2-reductie die we willen behalen. En dan werkt het natuurlijk beter als we alles hier dicht in de buurt en bij zoveel mogelijk alles binnen één leverancier. Dat werkt uiteraard het beste. Dat gaat niet altijd, omdat we natuurlijk ook best wel hele bijzondere producten hier binnen het park hebben. Maar als dat wel lukt, want we hebben natuurlijk ook eten voor de dieren. Maar als dat wel lukt, proberen we dat zoveel mogelijk met elkaar te bundelen. Nou, dan hebben we de reinigingsproducten. Die zijn uiteraard ook allemaal zoveel mogelijk milieuvriendelijk. Nou ja, vanaf maart is daar natuurlijk een beetje de klad in gekomen door alle desinfectiematerialen die we met z'n allen hevig gebruiken. Maar verder proberen we wel alle schoonmaakproducten wel milieuvriendelijk te laten zijn. En dat proberen we uiteraard ook met die desinfectie. Maar dat is toch wel een beetje een wat lastiger verhaal. En alle reinigingsproducten hebben ook een ecolabel. Wellicht dat jullie dat ook misschien kunnen zien op de foto. Dus dat is wel een puntje van aandacht ook voor andere organisaties om daar goed naar te kijken. Dan hebben we maatschappelijke betrokkenheid. Dat doen we eigenlijk op heel veel verschillende vlakken. Wij werken bijvoorbeeld samen met Stichting Ambulancewens. Met de Opkikker, maar ook Stichting Doe een Wens. En zo zijn er nog allerlei andere stichtingen waar wij mee samenwerken en die hier altijd van harte welkom zijn om hier op het park een bezoekje te brengen. Dus vind ik het is een heel mooi gebaar. Daarnaast hebben wij als Burgers Zoo ook ieder jaar de Future for Nature Awards. Dat zijn, dat is echt wereldwijd. Wereldwijd worden drie
jonge ondernemers beloond met een geldbedrag om daar waar zij een heel mooi idee hadden om de natuur te behouden en te verbeteren, om hun te stimuleren om dat te blijven doen. Dus dat is ook een hele mooie actie. En daarnaast beschermen we Belize en daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. Wanneer wij nieuwe dingen bouwen, proberen we uiteraard dat ook weer te doen met duurzame producten. FSC-hout, we werken met verf die milieuvriendelijk is. We kijken daar ook weer uiteraard naar de energie. We gebruiken dan weer LED-verlichting. Daar in een nieuw bouwproject komt eigenlijk alles wat we net ook benoemd hebben weer terug. En daar ga ik zo ook nog even iets over zeggen. Nou ja, wanneer we zaken inkopen, proberen we dat ook zo duurzaam mogelijk te doen. Ook weer met dat eco-label waar we naar kijken. En dat geldt eigenlijk ook voor het textiel wat we hier allemaal aanschaffen. Onze bedrijfskleding, dat heeft ook allemaal een label. Eigenlijk dit alles samen maakt bijvoorbeeld wat ik dan een heel mooi project vind wat we 2 jaar geleden hebben gehad. Het is bijna het laatste project. We hebben hierna later nog een project gehad. Dat is bij de Ringstaartmakies. Dat wellicht als jullie hier volgend jaar zijn en weer over het park kunnen lopen, kunnen jullie dat ook zien. Maar de mangrove is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat hebben we dan allemaal gedaan. Al meer dan 30 jaar beschermt Burgers' Zoo Belize. Belize is een land in Midden-Amerika, net onder Mexico. Dat beschermen wij eigenlijk samen met Papiorama, dat is een dierentuin in Zwitserland. Dit stuk grondgebied. En dat is ondertussen al zo'n bijna 400 vierkante meter. En dat is best wel heel erg groot. Dat is, ik geloof, 6 keer zo groot als park de Hoge Veluwe. En dat beschermen wij daar. Want als wij dat niet hadden gedaan, dan was daar van de planten en van heel veel diersoorten gewoon, die waren er gewoon niet meer geweest. Alex, onze directeur, die had zoiets van, ik wil mensen hier daar ook meer over laten weten. Dus hij heeft eigenlijk dat eco-display naar Nederland gehaald. Zo hebben we natuurlijk ook heel veel andere displays waarin wij mensen willen laten zien en laten beleven van, hoe is dat dan in een bush? Hoe is dat dan in een desert? Nou, en zo wilden wij dat eigenlijk ook met de mangroven. Van, hoe zit dat dan met die mangroven? Het is gewoon dus een heel... Echt een heel mooi ecodisplay geworden waarin je heel duidelijk aan bezoekers kunnen laten zien wat er eigenlijk niet goed is in de wereld en hoe we met z'n allen voor kunnen zorgen dat het wel behouden blijft. En op die manier hebben we eigenlijk ook weer alles, wat ik net eigenlijk zei, die kapstok van de Green Key, waar al die onderwerpen in terugkomen, die vind je eigenlijk ook bijna allemaal weer terug in dit nieuwbouwproject. De verlichting, ventilatie, de filtersystemen, de beplanting, noem alles maar op. Nou, hier is een voorbeeld toen de bouw bijvoorbeeld nog was. Wij hebben hier op het park ook een warmte-koude opslag, een WKO-systeem. En die hebben we helemaal verlegd ook naar dus de mangroven, om die daar ook te laten gebruiken. Dus daar is heel veel tijd destijds ingestoken om die leidingen allemaal te veranderen. We hebben een heel stuk oude park. Daar hebben we alle bomen ook weggehaald. Die hebben we ook allemaal weer herplant op een ander stuk grond. De grond zelf, wat allemaal op die onderste foto is weggegraven, die hebben we ook weer hergebruikt op onze safarivlakte hierachter. Dus we proberen eigenlijk alles wat we doen ook weer her te gebruiken op andere stukken binnen ons park. En dat maakt eigenlijk ook, zeker ook de mangroven, tot wel een heel mooi voorbeeld van op welke manier gaan wij daar als burgers zo dan mee om. Ik denk dat ik eigenlijk op het gebied van duurzaamheid en circulatie een beetje mijn verhaal gedaan heb. En als er vragen over zijn, dan hoor ik het uiteraard heel graag. En ik wil jullie ook met alle plezier nog iets vertellen over corona, als jullie dat willen. Dankjewel, Sanne. Ik denk, mijn eerste reactie, je hebt een enorme mooie tour de horizon gegeven van alles wat jullie doen. 12 facetten, heel breed.
Misschien de eerste vraag, daar begon je eigenlijk mee, de rol van het management. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Hoe Burgers' Zoo zeg maar, ervoor zorgt dat dat inderdaad dat thema echt bestuurlijk ook dan de goede aandacht krijgt? Ik denk dat op zich dus de Green Key daar wel een heel mooi, hele mooie kapstok voor is. In eerste instantie, ik werk hier nu zelf 5 jaar en dan moet je zelf eerst de organisatie leren kennen en weten waar zijn de aandachtspunten. Uiteraard weet een managementteam dat voor een heel groot deel ook. Alleen wat het mooie is dat je eigenlijk met ideeën moet komen om te kijken van oké, we staan nu hier en waar willen we naartoe? Je moet eigenlijk een soort puntje op de horizon gaan creëren voor een MT. Van oké, we staan nu hier, maar we weten wel waar we naartoe willen. Maar hoe kunnen we dat dan op de beste manier doen? En door eigenlijk een soort jaarplannen te maken en te bedenken van hey, we kunnen niet alles tegelijk, hè? Alles kost geld. En als er geld mee gemoeid is, dan moet je altijd dat stapsgewijs doen. Heb ik ondertussen wel zelf ook geleerd. Dus je maakt eigenlijk een soort stappenplannen. En daarin maak je dus een soort beleidsstuk. Wat je afstemt met jouw directie of met jouw MT. En alles in de samenwerking, denk ik. Want het een heeft vaak invloed op het ander. Ja. En uiteindelijk willen we met z'n allen dat Burgers' Zoo nog een keer 107 jaar bestaat. Dat is hoe Alex van Hoofd dat altijd zo mooi zegt, de directeur. En daar gaan we ook met z'n allen voor. En ik denk door helder te hebben waar je naartoe wilt en hoe je dat stapsgewijs gaat bereiken, ja, dat je daar met z'n allen heel veel sprongen kan maken. En nu, in deze huidige tijd, hè, vanaf maart tot nu, hele andere tijd. En we weten nog niet hoe lang dit allemaal gaat duren. Ja. Betekent logischerwijs dat je stagneert. En ik vind dat niet meer dan normaal. Ja. Ik kan nu heel hard dingen gaan roepen. Van ja, maar we zouden nog dit en we zouden nog dat. Ja, dat gaat uiteraard niet werken. Dus soms moet je zelf ook realiseren van oké, niet alles kan. En zeker in deze huidige tijd is het gewoon een andere tijd. Ja. Dus we hebben even een stagnatie. Maar ja, ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar gewoon weer vol ervoor gaan. Dank je wel. Er zijn denk ik ook best wel overeenkomsten tussen zeg maar, het werk, de uitdagingen die hier zijn en de uitdagingen die onze waterbeheerders hebben voor primaire keringen. We hebben een zorgplicht. Welk advies zou jij aan onze waterbeheerders willen geven? Wat kunnen zij leren van jullie aanpak? Ik moet zeggen, ik vond het heel interessant de workshops die jullie gaan geven. Daar kreeg ik dus even een beeld van en ik vond dat wel, dat past precies binnen Burgers. De ene workshop gaat over planten, de andere workshop gaat over dieren, de andere workshop gaat over risicobeheersing. Nou, dat is helemaal mijn ding. Ik werk in een dierentuin, we hebben hier met planten te maken, we hebben hier met dieren te maken. En ik ben hogere veiligheidskundige, dus ik heb hier ook een risico-inventarisatie en evaluatie mogen doen binnen dit park. Ik denk wat heel belangrijk is dat je zicht hebt binnen jouw werkgebied op waar risico's zijn. Nou, volgens mij hebben jullie die best heel goed inzichtelijk. En door daar een plan van aanpak van te maken, eigenlijk wat ik net ook al schetste, je kunt niet alles in één keer oplossen, maar door wel stapsgewijs dingen aan te pakken en uiteindelijk ook terug te kunnen laten zien aan de hele organisatie, kijk eens wat we dit jaar gedaan hebben, dat is belangrijk. Je moet zorgen dat je iedereen meeneemt in je verhaal en dat mensen ook weten waar je mee bezig bent en hoe je naar zeg maar die doelen wil gaan werken. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Inzicht hebben in wat er leeft en speelt. Ja. En een plan van aanpak. En daar iedereen bij betrekken. En de samenwerking opzoeken. Ja. Misschien een laatste vraag voordat we een korte pauze gaan doen. Je hebt het gehad over duurzaamheid. Maar je houdt je ook bezig met circulariteit. Hoe ver is zeg maar Burgers' Zoo om inderdaad bepaalde ketens helemaal te sluiten? Dus dat je eigenlijk zegt van we hebben geen afval meer, maar dat worden weer grondstoffen of we wekken al onze energie zelf op of ons waterbeheer is eigenlijk ook helemaal circulair geworden. Ik denk dat we daar nog best nog wel een eindje van afstaan.
Eerlijk gezegd, dat gaat ja, met echt kleine stapjes. Ik vind het stukje recirculatie ook echt wel het meest lastige. Je kunt heel veel al duurzaam doen, maar echt circuleren. Ja, ik denk dat we dat sowieso, we met z'n allen, niet binnen burgers, maar we hier, laat praat maar even over Nederland of Europa, nog, we moeten nog best wel stappen zetten. En dat is absoluut waar we langzaam heen willen. En ik denk dat we op sommige vlakken wat verder zijn als op andere vlakken. Op energiegebied denk ik dat we echt al best wel heel veel stappen gemaakt hebben. Kijken we naar afval, ja, gaf ik eigenlijk net ook al aan. Daar moeten echt nog wel heel wat stappen gemaakt worden. Ja, ik denk dat zich de komende jaren dat nog verder moet ontwikkelen. Maar we zijn daar zeker nog niet. Ja. Ik denk dat dat nog wel dat gaat echt nog wel een aantal jaren duren. Nou, dat op zich verbaast me dat niet, want ik bedoel, ik denk dat de waterschappen ook zeg maar die ambitie geformuleerd hebben, maar dat zeker het volledig circulair worden, dat een van de meest lastige opgaves is. Maar daarom is het juist ook leuk om op dit soort dagen ervaringen uit te wisselen. Sandra, ik wil jou ontzettend danken voor jouw inspirerend verhaal en ook je ontzettend veel succes toewensen om, ondanks het feit dat er nu even een hiccup is, door corona, om jullie ambitie verder te verwezenlijken. Ja. En ik wens vanzelfsprekend Burgers Zoo toe dat jullie heel snel weer alle bezoekers binnen kunnen halen op een veilige manier. Ja. En dat daarmee dan ook zeg maar dit soort programma's weer met volle energie vooruit gebracht kunnen worden. Absoluut. Dankjewel. Ook bedankt. Een applaus.